Belangstelling voor het leven van de bijen heeft in Nederland geleid tot de oprichting van een vereniging tot bevordering van de bijenteelt, waarvan de Gooise afdeling in Hilversum een eigen bijenschans bezit met talrijke uit stro gevlochten korven. In zo'n korf leeft het bijenvolk op de raten die de werkbijen gebouwd hebben uit was die ze zelf afscheiden. Voor een meer economische honingproductie zijn de bijenkasten veel beter geschikt. Met honing in de honingblaas en gele stuifmeelbolletjes aan de achterpoten keren de bijen terug in hun kast, die in principe uit twee delen bestaat. In het onderste deel, de zogenaamde broedkamer, bevindt zich een aantal raampjes waarop de bijen hun raten hebben gemaakt, bestaande uit prachtig symmetrische zeshoekige celletjes die allemaal even groot zijn en waarin de koningin de eitjes legt, één in elke cel. Hier is ze daarmee bezig, omringd door jonge werkbijen. In de zomer kan ze wel zo'n 2000 eitjes per etmaal leggen. Op de negende dag verpopt zich de uit het ei ontstaande larf. En dan wordt de cel door de werksters met een poreus wasdekseltje afgesloten. Op de 21ste dag bijt de volwassen bij het wasdekseltje stuk, kruipt uit de cel en gaat meteen aan het werk. Een bijenzwerm ontstaat als een volk te groot wordt. Met de oude koningin zwermt dan een deel van het volk uit. En dan vindt men soms wel 10 tot 20.000 bijen als een tros aan een tak bijeen. De imkers kunnen dan zo'n tros scheppen, zoals het heet. En er ontstaat een nieuw, geheel zelfstandig bijenvolk dat ook weer een eigen koningin heeft. De raten uit de honingkamer van de bijenkast, eigenlijk de voorraadkamer van het volk, worden op gezette tijden ontdaan van de waslaag, waarna in een centrifugerend slingerapparaat de honing eruit wordt geslingerd. Bijen, en met name honingbijen, zijn boeiende en voor de mens, vooral ook door de plantenbestuiving, nuttige insecten, waarvan nog lang niet alles bekend is.